Goedemiddag allemaal. Welkom aan alle live kijkers en welkom ook aan degenen die dit misschien terug gaan zien via een replay. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn bij dit webinar. Het is een webinar over collageen en alles over aminozuren. Dus een interessant onderwerp. Ik ben Marge Pascoe. Ik host dit webinar als expert webinar voor Care4U. Dat betekent, het is een merk-onafhankelijk webinar. Vandaag hebben we dus als onderwerp alles over collageen en aminozuren. Mijn achtergrond ligt in de schoonheidsverzorging, de huidtherapie en de cosmetische scheikunde, de cosmetische chemie. Ik hou mij vooral bezig met de ontwikkeling van cosmetica en cosmetische concepten. En altijd eigenlijk ja, vanuit het standpunt zou je kunnen zeggen, vanuit de kijk, vanuit de huid. Omdat dat natuurlijk ook mijn specialisme is. Binnen We Care For You, de expertwebinars, proberen we vooral te werken met hele efficiënte webinars. Dat betekent dat dit webinar, ik denk, een 45 minuten zal duren, maximaal 60 minuten. Ja, op het moment dat je vragen hebt, want het is een webinar dit keer wat wellicht ietsje technischer is. Hè. Soms heb ik wel wat technische dingen. Ik probeer dat zoveel mogelijk te verduidelijken om de dingen zo helder mogelijk te krijgen voor jullie. Maar als je vragen hebt, zet die dan op de chat. Er bestaan geen domme vragen voor mij. Dus ook als ik misschien eens een keer een term gebruik waarvan je zegt van ik weet niet precies wat ze bedoelt. Echt, ik meen het, zet alsjeblieft gewoon alles wat je niet helemaal kunt begrijpen of dingen die ik vertel, van zeg maar, wat zegt ze nu precies? Zet het gewoon op de chat, dan pak ik het meteen mee en probeer ik het direct te verduidelijken en te verhelderen. Eens kijken. Ik denk dat we gewoon maar van start gaan. Jullie zijn allemaal er nu live bij, dus leuk. We gaan beginnen. Dus we gaan het hebben over collageen en over aminozuren. Gaandeweg komt wel duidelijk naar voren wat dan de link is tussen die twee. En mijn visie op het geheel zou je kunnen zeggen. Maar we gaan eerst eventjes kijken naar de huid. Simpel gezegd, een jonge huid en een oudere huid. Wat zien we daar eigenlijk gebeuren? Nou, op dit plaatje zie je eigenlijk de veranderingen die er ontstaan op het moment dat je huid gaat verouderen. Dus bij een jonge huid zien we een mooi golvende onderkant van de opperhuid. En dus de onderkant, we noemen dat ook wel de papillaire laag, dus de scheidingslijn tussen de lederhuid en de opperhuid, die is mooi golvend bij een jonge huid. Je ziet ook dat daar een goede doorbloeding plaatsvindt. Je ziet die bloedvaten lopen. En je ziet ook collagene vezels die als het ware als kruiselings met elkaar verbonden in dat weefsel aanwezig zijn. Het zijn er ook veel, dus er zijn ook veel collagene vezels aanwezig. En die vormen dus als het ware een netwerk. En dan zie je dus aan de rechterkant, bij de oudere huid, zie je daar dus een aantal verschillen in. Je ziet de verminderde doorbloeding. Dat is een belangrijk gegeven. Dus de doorbloeding neemt af naarmate je huid gaat verouderen. Je ziet ook dat oppervlak van die huid als het ware is gaan golven, maar dan niet op dat papillaire gedeelte, niet op die overgang tussen de lederhuid en de opperhuid, maar aan de bovenkant. Dus echt de opperhuid zelf. En dat resulteert natuurlijk in rimpels en in verslapping. Dus dat is een verandering. En je ziet ook dat dat collageen als het ware losse draadjes zijn geworden die geen netwerk meer vormen in de huid. En alles tezamen betekent dat eigenlijk dat we zowel in de dermis, dus de lederhuid, en in de epidermis, de opperhuid, atrofie gaan zien. Het ligt niet meer strak. En in deze afbeelding zie je dat op een andere manier. Dit noemen we de histologie. Histologie of weefselleer wordt hier afgebeeld. Het rode gedeelte noemen we de histologische sectie. Rechts zie je dan een schematische weergave. Helemaal links een jonge huid. In het midden
een huid na intrinsieke veroudering. Dus dat betekent eigenlijk veroudering die normaal plaatsvindt omdat je gewoon ouder wordt, omdat de jaren gewoon gaan tellen. En aan de rechterkant zie je dan een beeld van huid met intrinsieke veroudering en daarbovenop photoaging, dus nog eens een keer wat extra zonschade. En dan zie je daadwerkelijk dat de collageendichtheid bij een jonge huid toch veel frequenter is, veel dichter is dan bij die huid met die intrinsieke veroudering. En gooi daar nog een portie zonschade bovenop, dan zie je eigenlijk dat de afname van collageen wel heel snel gaat. Maar wat is nou precies collageen? Collageen is gewoon een lichaamseigen stof. Het is een eiwit. Een eiwit dat het bindweefsel allemaal bij elkaar houdt. En we zien het veelvuldig in het lichaam. In botten, in bloedvaten, natuurlijk ook in de huid waar wij het vandaag over gaan hebben. En maar liefst 70% van het losmazige bindweefsel bestaat uit collageen. Collageenvezels zijn de belangrijkste extracellulaire eiwitten in het lichaam. In de extracellulaire matrix zorgt collageen in eerste instantie voor structuur, samenhang, stevigheid van de verschillende soorten bindweefsel. En als ik het heb over extracellulaire matrix of extracellulaire eiwitten, dan bedoel ik eigenlijk alles wat zich buiten de cel bevindt. Extracellulair betekent buiten de cel. Dus nogmaals, als ik gewoon in mijn enthousiasme af en toe iets zeg waarvan je denkt van wat bedoelt ze? Schroom niet om het te vragen, maar probeer het nogmaals heel helder te houden. Ja, ik vergelijk het wel eens met een matras, het collageen in de huid. Hè? Een matras kan te zacht zijn. Ja, dat is niet goed. Dat is slecht voor je rug. Maar ook slecht voor je huid. Hè? Dus als je collageen te zacht is, te slap is, ja, dan zul je zien dat je huid verslapt is. Hè? Dan hangt die. Het kan ook te hard zijn. Hè? Een te harde matras is ook niet goed. Maar datzelfde geldt ook weer voor die huid. Als je te veel collageen hebt, te hard collageen hebt, dat is niet goed. Dat duidt eigenlijk altijd op een aandoening van het bindweefsel. Zo zijn er dus bepaalde huidziektes waarbij het collageen te veel verhardt en dan is die huid gewoon te strak en te stevig. Dus dat kan ook. Waar het om gaat is dat het precies goed is. Net als een matras, het moet voldoende ondersteuning geven. Het moet niet te zacht zijn en niet te hard zijn. We gaan eens kijken naar de bouw van het collageen. Hoe is het collageen opgebouwd? Hier zien we zo'n plaatje. Ik ga hem even schuil zetten. Collageen is eigenlijk een grote bundel. Een bundel die is opgebouwd weer uit fibrillen, vezels. Die fibrillen, die vertakken zich weer in kleinere fibrillen. Dat noemen we microfibrillen. En microfibrillen, wat een moeilijk woord, microfibrillen. Die bestaan uit collageenmoleculen. En collageenmoleculen, als je die weer ontleedt, dan kom je bij polypeptideketens. En don't worry, ik ga straks uitleggen wat dat betekent. Polypeptideketens op hun beurt zijn weer opgebouwd uit aminozuren. Nou, nu heb je ook wel eens gehoord van fibroblasten, ongetwijfeld. Fibroblasten, dat zijn cellen die als het ware in het bindweefsel zorgen dat alles wordt samengevoegd. Dus het samenvoegen van alle elementen vanuit die extracellulaire matrix bijvoorbeeld, dat wordt gedaan, zoals collageen en elastine, dat wordt gedaan door de fibroblasten. Als fibroblasten inactief worden, dan noemen we ze fibrocyten. Op het volgende plaatje zie je het uitgewerkt tot op het kleinste bouwsteentje. Dus nogmaals, we hebben die grote dikke bundel van die collageen. Die is allemaal opgebouwd uit collagenevezels. Dat is weer opgebouwd uit die kleinere varianten. We noemen dat die microfibrillen.
En die zijn weer opgebouwd uit collageenmoleculen. Collageenmoleculen weer door polypeptideketens. En vervolgens zijn die weer opgebouwd uit aminozuren. Dus simpel gezegd, de aminozuur is het kleinste bouwsteentje van die hele eiwitstructuur wat collageen is. Die aminozuurketens, hè, want die worden als het ware dus aan elkaar geknoopt totdat het echt een collageenmolecuul is, die gaan zich plaatsen in, zoals wij dat noemen, een triple helix. En je ziet dat hier ook op dit plaatje, bij die chains, dan zie je eigenlijk inderdaad dat daar verschillende strengen als het ware om elkaar heen zijn gedraaid. En wij noemen dat een triple helix, dus een drievoudige helix, zou je kunnen zeggen. Op dit plaatje zie je de aminozuurketen. Ik heb er even een cirkel omheen gezet van glycine, proline en hydroxyproline als voorbeeld. Er zijn nog veel meer aminozuren. Maar ik heb ooit in een eerder webinar even kort aan de hand van het rijgen van kralen duidelijk gemaakt van hoe steekt het nou precies in elkaar met die ketens en dat collageen. Dus ik ga jullie eventjes een video laten zien. Een beetje opzoeken. Waarin ik dat verduidelijk. Ja, dus eventjes wat geprobeerd te verduidelijken. Dus simpel gezegd, beginnen met een aminozuur, dat is het kleinste deeltje. Ga je die aan elkaar koppelen, dus meerdere aminozuren samen, dan kom je eerst in een peptide. En op het moment dat je dat steeds verder uitbouwt en dus gaat werken met die kralen samen te voegen tot zo'n triple helix, dan kun je spreken over collageen. En nu begrijp je dus al eigenlijk, als ik dit zo zeg, dat collageen dus een heel groot eiwit is. Het is echt een ontzettend groot eiwit, wat dus ook helemaal niet door de huid of via de huid echt opgenomen kan worden. Moleculair gezien is het gewoon veel te groot. Als we kijken naar de verschillende soorten collageen die er bestaan, want we hebben natuurlijk ook allerlei soorten collageen, dan zijn het er wel meer dan 28. Maar type 1 tot en met 4... die zijn eigenlijk het belangrijkste, die komen het meest voor in het menselijk lichaam. Van alle collagenen samen is 90% type 1. En dan bestaan er dus verschillende soorten van collageen. Hè, en alle soorten collageen die worden eigenlijk ook in cosmetica wel verwerkt. Maar de functie van collageen in cosmetica is om de huid een beschermende laag te geven. Niet zozeer om collageen aan de huid te geven. Dus niet zozeer om het collageen aan te vullen. Want ja, dat gaat dus gewoon niet. Want we kunnen niet een eiwit wat zo groot van structuur is, via de huid
als collageen laten werken in de huid. Zo, zo simpel is het. Maar collageen is wel een hele goede moisturizer bijvoorbeeld. Hè? Dus daarvoor werkt hij heel goed en dat werkt dus echt als goed beschermlaagje. De twee soorten die daarvoor het meest worden gebruikt, dat is rundercollageen en viscollageen. Die zien we eigenlijk het meest in cosmetica opduiken. Omdat die in verhouding dan het meeste verwant zijn nog aan ons eigen collageen. Plantencollageen, die verschilt het meeste van de mens. Omdat het zo goed weefsel bindt, collageen is echt een weefselbinder, is het dus ook te gebruiken als opvulling, zou je kunnen zeggen, in de huid. En daarom wordt het ook veel gebruikt in de plastische chirurgie. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in iets heel anders, als bijvoorbeeld shampoos. Dus je zegt, waarom zit er nou collageen in shampoo? Nou, dus eigenlijk om dat haar voller te laten lijken. Omdat er dus een laagje wordt gemaakt rond het haar, lijkt het haar voller. En dat is dus de reden dat je bijvoorbeeld ook ziet in rinse-off producten, zoals we doen, producten die je weer wegspoelt. Als we eens kijken naar die verschillende soorten collageen. Ik geef jullie heel eventjes de tijd voor jezelf om deze slide eventjes te lezen, zodat je een idee hebt van welke vier types zijn er. En je ziet nu dus eigenlijk al, hè, dus je ziet bij type 1 en type 3 zie je de huid staan. Maar als we het hebben echt over de stevigheid van de huid, dan hebben we het voornamelijk over type 1. Type 3 is een type collageen wat we voornamelijk zien bij wondgenezing. Na wondgenezing wordt type 3 ook weer vervangen door type 1. Dus dat wordt als het ware weer herplaatst en dan wordt het type 1. Maar type 3 is dus eigenlijk de reden dat therapieën en behandelingen die gericht zijn op het, zeg maar, lokaal verwonden van de huid, ook kunnen bijdragen om meer collageen te maken. He, dus als je het nou hebt over microneedling, bioskinjetting, laat me zeggen, verschillende behandelingen waarbij je zegt, je doet iets op die huid waardoor die collageen moet gaan aanmaken, dan hebben we het over van hij produceert een type 3 en het wordt later omgezet in een type 1 collageen. Je hebt misschien ook wel eens gehoord over crosslinking. Crosslinking in collageen, dat zijn eigenlijk het aantal kruisverbindingen die er in het collageen zitten. Dat geeft meer stevigheid. Hoe meer crosslinking, hoe steviger eigenlijk dat collageen wordt. En waarvoor is dat nodig? Nou, simpel eigenlijk. Het collageen bijvoorbeeld in de Achillespees moet veel steviger zijn dan het collageen wat gewoon bijvoorbeeld hier in de huid van je wangen zit. Bij type 4 zie je staan basale membraan en capillaire. Dan heb je het dus eigenlijk over hele fragile, fijne structuren. Basale membraan, dat is een dun, vezelig laagje dat zich onder het endothel van organen bevindt. En capillaire, dan heb je het eigenlijk over de fijnste haarvaatjes, de kleinste haarvaatjes waar voedsel en zuurstof wordt afgegeven aan het omringende weefsel. Maar ook die structuren bevatten dus collageen. En natuurlijk onze bloedvaten, ook niet vergeten. Daar komen we straks op met elastine. Dus, ik heb het nu gehad over collageen. We hebben nog zo'n leuke stof in de huid, elastine. Wat is elastine? En stel ondertussen je vragen als je iets wil weten, hè, jongens. De chat staat open. Ja, elastine is dus ook een eiwit wat zich voorkomt in het bindweefsel, net als collageen. Dat zie je voornamelijk in slagaders, longen, in de urineblaas, maar dus ook in de huid. Je ziet het vooral in die structuren die moeten kunnen uitzetten en weer terug in vorm kunnen komen. Dus vandaar de blaas moet zich kunnen uitzetten als die urine bevat en moet daarna weer terug in zijn eigen positie komen. Dus dat is eigenlijk elastine. Je kunt het echt vergelijken met een elastiek. Ook elastine is opgebouwd uit aminozuren. En wordt ook dus ook weer gevormd door die fibroblasten, net als het collageen. Er is één belangrijk groot verschil met collageen.
En dat is dat elastine niet meer aangemaakt kan worden zoals het collageen. We hadden net gezien dat met een bepaald soort, je zou kunnen zeggen, verwonding aan de huid ook alweer collageen gaat maken. Het type 3 collageen. Maar bij elastine is dat niet zo. Dus op het moment dat je die huid gaat prikkelen, stimuleren of je gaat van alles en nog wat proberen te doen. En straks kom ik op de oplossing. Hè. Hoe kun je nou collageen weer laten aanmaken? Daar hebben we goede oplossingen voor. Maar er zijn eigenlijk geen oplossingen om elastine opnieuw aan te laten maken. Dus bij elastine moet je het accent echt leggen op voorkomen dat dat elastiek uitgerekt raakt. Hè. En ik heb hier gewoon zoiets. Dus elastine is ook echt een elastiek verhaal. Hè. Dus je hebt het. Je kan het uitrekken en het komt terug in zijn positie. Alleen op een bepaald moment, en dat weten jullie allemaal wel, heb je dat heel erg veel gedaan. Of gaat dat elastiek gewoon verharden, omdat je het bijvoorbeeld in de zon legt. Of het staat onder invloed van oxidatieve stress. Dus ga je dit heel erg laten oxideren. Dan gaat die vorm eruit. En dat betekent dat die ook dus niet meer erin komt. En dat kunnen we dus ook niet meer herstellen. Hier heb je een voorbeeld van, nou, ooit was dit een elastiekje, wat heel mooi klein en rond was. En ja, je hebt het een paar keer gebruikt, je ziet dat dat verandert van structuur en krijgt het dan ook niet meer in die andere vorm terug. Dus bij elastine moet vooral ook het accent gelegd worden op het vermijden van oxidatieve processen. En misschien ook wel, dan zien we straks wel bij de oplossingen, het innemen eventueel dus natuurlijk ook van extra antioxidanten. Maar de zon en roken mijden, dat staat natuurlijk sowieso voorop. We gaan eventjes weer naar die aminozuren terug. Hè, die kleinste bouwstenen van dat collageen. Hè, want zo moet je het zien. Een aminozuur is gewoon een bouwsteentje van een eiwit. En collageen is een eiwit. Op het moment dat ik het woord proteïne gebruik, dan is dat precies hetzelfde als een eiwit. Dus niet denken zijn dat verschillende dingen. Nee, een eiwit is een proteïne. Ja, het menselijk lichaam bestaat voor 20% uit eiwitten, dus dat is behoorlijk wat. En als we dus kijken naar spieren, weefsels, dat is dus uiteindelijk allemaal opgebouwd uit aminozuren. Hè? Want eiwitten zijn aminozuren. Je zou kunnen zeggen dat aminozuren, voor mijzelf zeg ik altijd, maar je zou kunnen de kleinste bouwsteentjes zijn van het leven. En het is de basis van heel veel levensprocessen, eigenlijk van alle levensprocessen. Wat je kunt onthouden is dat een aminozuur altijd een stikstofbevattend molecuul is als bouwsteen voor een eiwit. Dan mag je misschien het begin alweer vergeten, vergeet dat stik. Onthoud gewoon maar, het is een bouwstof voor een eiwit. Want hier zie je dat nog eens een keer. Hè? Het is een organische verbinding. Er zit een carboxygroep in en een aminegroep. Dus het is stikstof. Maar dat mag je misschien alweer vergeten. Wat wel belangrijk is, is om te onthouden dat de uitgang van een aminozuur, dus het laatste stukje van het woord van een aminozuur, eindigt op ine. Dus zo kun je ze makkelijker herkennen. Dat je denkt, wanneer heb ik nou te maken met een aminozuur? En dat is dus als die eindigt op ine. 500 soorten in de natuur, want er zijn ontzettend veel aminozuren natuurlijk, maar 500 soorten komen gewoon uit de natuur. En 20 daarvan komen in menselijke eiwitten voor. Dan maken we een onderscheid tussen essentiële aminozuren en niet-essentiële aminozuren. Niet-essentieel betekent, we kunnen ze zelf aanmaken. We hoeven ze niet uit iets te halen, want het lichaam maakt die aminozuren zelf aan. Essentiële aminozuren, dat zijn de aminozuren die echt uit onze voeding moeten komen, omdat we ze zelf niet kunnen aanmaken vanuit ons lichaam. Als je het nou hebt over voedingsbronnen van aminozuren, hè? Dus als ik schrijf essentiële aminozuren moeten uit voeding komen, dan is natuurlijk de vraag uit welke voeding moet dat komen? Rijk aan eiwit en aminozuren zijn natuurlijk vlees, vis,
zuivel, eieren, noten, bulvruchten, maar ook soja en vleesvervangers. Ja, dus dat zijn eigenlijk echt de grootste bronnen, zou je kunnen zeggen, van de essentiële aminozuren. Geen vragen over de aminozuren, zie ik nog. Prima. Dan ga ik namelijk wel een vraag aan jullie stellen, want we gaan naar een poll. Ja, een poll betekent, ik ga hem opstarten, je ziet hem gewoon verschijnen op je scherm en je kunt gewoon klikken op hetgene wat jij denkt dat het juiste antwoord is. Daar komt hij, hè? Ik geef jullie maar korte tijd, 15 seconden, om te antwoorden op deze poll. Welke van deze zijn de aminozuren? Papaïne, bromelaïne, oligopeptide, allemaal moeilijke woorden. Oké, jullie hebben het helemaal goed. het is inderdaad het bovenste rijtje, hè? Proline. Oh nee, ik zie toch nog, er komen nog wat andere antwoorden binnen. Oké, iemand. We hebben toch een beetje verdeling, zie ik al inmiddels. Maar goed, het is het bovenste rijtje. Dus proline, glycine en alanine, dat zijn aminozuren. Wat is dan rijtje 2? Weet iemand het? Wat zou rijtje 2 kunnen zijn? Papaïne, bromelaïne, tyrosinase. Nou, ook allemaal moeilijke woorden. Dat zijn enzymen. Nou, enzymen zijn eigenlijk ook eiwitten. Maar die zijn katalysator bij een chemische reactie. Hè? Dus bijvoorbeeld, jullie kennen ongetwijfeld wel de eiwitsplitsende enzymen die we gebruiken in peelings. En zo is bijvoorbeeld papaïne en bromelaïne een typisch enzym wat we gebruiken in peelings om eiwitten te splitsen op de huid. Ja, en het klopt, Tanja, want ze zegt, ik wilde juist enzymen zeggen, eindigend op azen. Ja, klopt ook, maar soms zie je die ton toch ook weer op iets anders eindigen. En wat is dan 3? Oligopeptiden, polypeptiden en proteïne. Nou, je zou kunnen zeggen, dat valt eigenlijk onder de groep peptideverbindingen. Of eiwitten. Ja, als ze groot genoeg zijn, dan zijn het zijn eiwitten inderdaad. Die peptideverbindingen, want er is natuurlijk ook veel over te doen in cosmetica. Hè? Cosmetica is steeds vaker voorzien van allerlei mooie peptiden. Maar wat betekent dat nou? Oligopeptide betekent gewoon weinig. Dus dan heb je het over een peptideketen met weinig aminozuren. En een polypeptide is het omgekeerde. Poly is veel, dus dat is een keten met veel aminozuren noemen we een polypeptide. En een proteïne is dus een volledig eiwit, zoals een collageen. Zo'n klein beetje verduidelijking bij al die woorden, want ik kan me heel goed voorstellen dat je dat voor jezelf regelmatig eens door elkaar gooit. Het lijkt allemaal op elkaar. Terug naar die aminozuren. Ik heb het er al over gehad. Er bestaan essentiële en niet-essentiële aminozuren. Nou, plakken we er ook nog eentje tussen. En dat noemen we de conditioneel niet-essentiële aminozuren. Even beginnen bij de essentiële, dus de rode. Ja, die maak je dus niet zelf aan. Deze aminozuren moet je echt uit je voeding halen. En dan kun je dus denken uit vlees, vis, zuivel, ei, peulvruchten. Vleesvervangers, soja. Of natuurlijk uit voedingssuppletie, daar kun je ze ook uit halen. Conditioneel niet essentieel, dus de gele kolom. Dat zijn aminozuren die je echt moet innemen in geval van ziekte of van stress. Is die groep noodzakelijk om uit voeding te halen. Nou, omdat we dan vaak zien dat aan deze groep een tekort gaat ontstaan. Dus je zou kunnen zeggen, ze zijn eigenlijk essentieel. Het lichaam kan ze zelf aanmaken, maar we zien dat ze heel snel onder druk komen te staan en dat het lichaam dat niet meer doet bij stress of bij ziekte. Dus dan moet je ze innemen via de voeding. En dan hebben we de niet-essentiële.
de groene kolom. Dat zijn dus die aminozuren die het lichaam zelf aanmaakt. Nou is het collageen dus ook opgebouwd uit aminozuren. Hier zie je dat. Dit is eigenlijk de verdeling, zou je kunnen zeggen, van hoe het collageen is opgebouwd uit welke aminozuren. In verhouding, hè, dus in een percentage. Dus collageen is gewoon een eiwit wat gemaakt is van aminozuren. Hè, zoals ik al eerder heb gezegd, die drie polypeptide bundels, die vormen samen die spiraal, die triple helix. Hier zie je dus de samenstelling. Op de vorige slide zag je de belangrijkste aminozuren in collageen. Glycine en proline. Glycine en proline maken, die behoren tot de groep van die conditioneel niet essentieel. Ik laat het nog eens eventjes zien. Dus als we kijken bij die gele kolom, dan zien we glycine en proline staan. Dus die staan onder druk op het moment dat je stress hebt of ziek wordt. En we zien ook dat die een groot gedeelte uitmaken van de samenstelling van collageen. Ik heb er een rood pijltje bij gezet hier. Zie je proline? En zie je glycine staan? Dat zijn nou net degene die het grootste deel uitmaken van de samenstelling van collageen. Ga je al een beetje de link leggen? Dus als die nou conditioneel niet essentieel zijn, dan betekent dus dat die ook sneller onder druk komen te staan. Ja, hè, op het moment dat je niet goed in je vel steekt of ziek bent of stress hebt of gewoon slecht eet. Dus die zijn wel extra belangrijk, wil je het ook nog goed houden met betrekking tot collageen in je huid. Dus ik zou zeggen eigenlijk, als we willen dat de huid meer collageen aan gaat maken, dan zullen we in ieder geval deze zeker moeten gaan toevoegen. Verder nog goed om te weten dat de aminozuren lysine en proline, die dus hier ook een onderdeel van uitmaken van het collageen, die worden eerst omgezet naar hydroxylysine en hydroxyproline. Ik heb er ook een rood pijltje bij gezet, dat is dat groene gedeelte van het collageen. Dus die moeten omgezet worden. Eerst in dat hydroxyproline. Maar voordat kan gebeuren, is er een cofactor nodig. Dus voor de aanmaak van hydroxylysine en hydroxyproline is een cofactor nodig. Dus wat is het nou een cofactor? Een cofactor is eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, een stof die nodig is om iets te gaan bewerkstelligen. Als er geen cofactor is, dan zal het proces niet gaan plaatsvinden. Zo moet je het eigenlijk zien. En de cofactor voor het enzym wat nodig is om hydroxyproline te vormen en hydroxylysine te vormen, dat is vitamine C, ascorbinezuur. Dus vitamine C is absoluut essentieel voor het creëren ook van een goed collageen. Omdat het de cofactor is voor het enzym dat hydroxyproline maakt. Ik hoop dat jullie het allemaal nog een beetje kunnen volgen. Want ik praat nu misschien al iets technischer. Maar ik probeer het zo helder mogelijk te krijgen. Dus, simpel gezegd, de correcte vorming van die drievoudige helix, die triple helix, die hangt heel erg sterk af van vitamine C als cofactor. Als vitamine C niet in de buurt is, zal het niet gemaakt worden. Dus een tekort aan vitamine C leidt tot inefficiënt gevormd collageen. En de collageenbundel zal ook veel minder stabiel zijn. Dus we gaan eens kijken naar waardoor neemt nou het collageen af? Welke factoren spelen een rol bij de afname van collageen? Nou, heel simpel. Na je 25e levensjaar neemt gewoon de productie van collageen gestaag af. Dat is een normaal verouderingsproces waar we allemaal mee te maken hebben. En waar we dus ook allemaal doorheen moeten. Natuurlijk, genetisch gezien, bij de een misschien sneller als bij de ander. Maar vanaf je 25e neemt het af. Tot je 25e zou je kunnen zeggen, bouw je het nog steeds op. Collageen neemt ook af sneller door roken, door UV-licht,
hè, door zonschade. Eigenlijk zou je kunnen zeggen door oxidatieve stress. Ik liet het al zien bij dat elastiekje. Daarmee komt het dan ook niet meer goed. Hè? Dus op het moment dat deze geoxideerd is, kan die vorm er nooit meer in terugkomen. Maar het geeft dus ook daadwerkelijk beschadigingen en afname van collageen als je het hebt over die oxidatieve stress. Ja, de correcte vorming van die triple helix, van die drievoudige structuur, die is dus afhankelijk van het hydroxyleren, moeilijk woord, van het aminozuur proline. Hydroxyleren is een soort van oxidatie, maar een oxidatie die we nodig hebben om dat andere stofje, dat hydroxyproline, te krijgen, wat een onderdeel is van het collageen. En dus nogmaals, het enzym dat daarvoor verantwoordelijk is, gebruikt vitamine C als coenzym. Dus een tekort aan vitamine C leidt ook tot minder stabiele collagene vezels. Dus dit zijn, je zou kunnen zeggen, eigenlijk drietal zaken waarvan ik denk van, nou, dat is echt duidelijk, waardoor neemt collageen af. Gewoon, je wordt ouder, je hebt oxidatieve stress. En het kan ook zijn dat je een tekort hebt aan bepaalde vitamines, zoals vitamine C, die belangrijk zijn voor de bouw van collageen. Nu weten we waardoor het afneemt. Dan kunnen we ook eens gaan kijken naar hoe kunnen we er dan voor zorgen dat het weer toeneemt. Nee, want collageen kunnen we terug opnieuw opbouwen. En dan is het wel leuk om te weten wat we dan kunnen doen. Ja, als schoonheidsspecialist denk je natuurlijk altijd in de huid en dan zou ik dus collageen kunnen gaan gebruiken om dat weer aan te vullen. Nou, ik heb het natuurlijk al aan het begin gezegd. Dat heeft niet zoveel zin als je collageen gaat smeren, want dat is een veel te groot molecuul om door de huid op te laten nemen. Wat je wel kunt doen, is de bouwstenen van het collageen aanreiken. En dat in combinatie met de juiste prikkels, zodat hij het ook gaat doen. Zodat je kan de bouwstenen geven, maar je hebt ook het mannetje nodig die je daadwerkelijk die bouwsteentjes op elkaar gaat zitten metselen. Zo moet je het eigenlijk zien. Nou, over wat voor bouwstenen hebben we het dan? We hebben het over de bouwstenen van collageen. Dus aminozuren. Aminozuren die bouwen die triple helix uiteindelijk op. En aminozuren kun je zowel topicaal als oraal gebruiken. Dus aminozuren kunnen op de huid gebruikt worden in een bijvoorbeeld cosmetisch product. En je kunt ze oraal innemen via voeding of een voedingssupplement. Dat is bouwsteen 1. Bouwsteen 2, de bouwstenen van de extracellulaire matrix. Hè? Dus de stof, zou je kunnen zeggen, die zich buiten de cellen bevindt. Het badje waarin de collagene vezels liggen. De bouwsteen daarvoor is glucosamine. Glucosamine is iets wat je oraal kunt nemen. Dus innemen via een voedingssupplement. Bouwsteen 3. Dat is het coenzym wat nodig is voor de omzetting van aminozuren tot collageen. En die heb ik al genoemd. Het coenzym is vitamine C. Vitamine C kun je ook weer topicaal gebruiken op je huid. En je kunt het gebruiken oraal, dus innemen via voeding of voedingssupplement. En de vierde bouwsteen, omdat het hele collageenmolecuul, zoals we eerder hebben gezien, gevoelig is voor oxidatie, is de vierde bouwsteen eigenlijk antioxidanten gebruiken. Antioxidanten, opnieuw topicaal en oraal. En dus die kun je en innemen via voeding en die kun je natuurlijk ook perfect gebruiken in je cosmetische producten. Dus zo zie je eigenlijk dat er een combinatie is van binnenkant, buitenkant voor het collageen. Ja, je kunt dingen op de huid doen, je kunt dingen aan de binnenkant doen, in je stofwisseling, via je voeding, een voedingssuppletie. Allemaal eigenlijk om de juiste bouwstenen aan te reiken. Nou, mijn idee is ook het slikken van volledig collageen, dus een heel collageendrankje wat het hele collageenmolecuul zou bevatten, ook niet zo zinvol. Want ook dat is opnieuw eigenlijk weer veel te groot om de darmwand te passeren. Dus ik ben er echt de voorstander van, zoek het in die kleine bouwstenen, zoek het in die aminozuren.
Hoe gaat het nou in de praktijk? Hè? Dus ik heb net 4 bouwstenen genoemd. Nog eventjes snel opzommen. Bouwsteen voor collageen. Innemen of op de huid gebruik van aminozuren. De tweede is de bouwsteen van de extracellulaire matrix innemen. Dat is glucosamine. De derde is het coenzym wat je nodig hebt om collageen te kunnen vormen. Vitamine C op de huid of innemen. En de vierde is voldoende antioxidanten, omdat het collageenmolecuul gevoelig is voor oxidatie. En dat kan ook op de huid en dat kan ook via voeding. Dus als we nog eens eventjes kijken naar dit plaatje. Hier heb ik, je zou kunnen zeggen, een aantal oplossingen genoteerd die ik met jullie wil doornemen. We kunnen natuurlijk ook werken aan behandelingen in het instituut om collageen op te bouwen. Ja, aan het begin van dit webinar hebben we al gezien dat als je de huid op een bepaalde manier verwondt, tussen aanhalingstekens zeg ik dat, hè, dat je dan een type 3 collageen kunt aanmaken. En dus ben je dan bezig met actief collageen terug opbouwen. Nou, zo zijn er talloze behandelingen. Hè, behandelingen met apparatuur, zoals bijvoorbeeld radiofrequentie, microneedling, fractional laser, HIFU, er zijn er nog zoveel, maar die zijn allemaal eigenlijk als boosts gemaakt voor het bindweefsel, omdat bijvoorbeeld bij radiofrequentie worden er heat shock proteïnes aangemaakt, die stimuleren weer die fibroblasten en ja, je kunt eigenlijk met verschillende apparaten, verschillende technologieën, als het ware gewoon dat die prikkel geven aan die huid om ja, die fibroblasten in ieder geval aan het werk te zetten. Ook kun je denken aan specifieke bindweefselmassages. Bindweefselmassages die zorgen voor de aanmaak van weefselhormonen, zoals acetylcholine en histamine natuurlijk. En ook die zijn van belang, want we hebben ook gezien dat er een sterke afname is van doorbloeding naarmate je ouder wordt. En dat komt natuurlijk ook dat collageen niet ten goede. Dus ik ben ook een voorstander van goede bindweefselmassages. Voedingssuppleties zie je hier staan. He, alle noodzakelijke stoffen voor de aanmaak van collageen, zoals die aminozuren, dat coenzym, vitamine C, die zou je kunnen innemen. En glucosamine sulfaat, die zou je kunnen innemen. Uit je voeding natuurlijk, maar je kunt het ook nemen uit voedingssuppletie. Dan heb je het meer geconcentreerd en dan weet je zeker dat je het echt binnenkrijgt. Dat vind ik een belangrijke als je bezig bent met bijvoorbeeld een cliënt in je instituut en het gaat echt om huidverslapping, dan zal er iets extra's gedaan moeten worden. Dan kun je dat niet voldoende halen uit je voeding. Je moet iets extra's inzetten. Net zoals dat je zegt, ik ga de prikkel, de stimulus geven met mijn behandeling. Ik ga microneedling doen of ik ga radiofrequentie inzetten. Zul je ook iets moeten doen aan de binnenkant om de bouwsteentjes te geven. Dus dat kan nooit voldoende zijn op dat moment uit voeding, omdat je iets anders verwacht. Je moet het dan zien als dat niet-conditionele dat conditionele niet-essentiële aminozuurverhaal, wat onder druk staat op het moment dat je ziek bent of stress hebt. Nou, hetzelfde is eigenlijk aan de orde op het moment dat je zegt, ik ga iets van de huid verwachten, wat hij niet van plan was om te gaan doen. De huid was helemaal niet van plan om zelf collageen opnieuw te gaan vormen. Die wou gewoon elke dag 24 uur ouder worden. Hè? En nu gaan we iets anders verwachten. We gaan verwachten dat hij terug collageen gaat opbouwen. En dan moeten we ook wel iets gaan geven wat hij daarvoor niet had. En ik ben er een groot voorstander van om dat via voedingssuppletie te doen. Maar dus ook je skincare natuurlijk. Hè? Want die antioxidanten die kunnen ook via skincare op je huid gebruikt worden. Die aminozuren die kunnen ook in producten verwerkt worden. Dus zo kun je eigenlijk een mooie mix maken van zowel skincare als voedingssuppletie, als behandelingen in je instituut. En energie met koud laser, zegt... ja, zeker. Ja, koud laser ook.
fractional laser, dan ben je eigenlijk wat meer aan het beschadigen. Met koud laser ben je meer inderdaad energie aan het geven aan de cellen. Dus er bestaat veel in behandelmogelijkheden voor jullie. Het enige is, wat ik probeer duidelijk te maken, is je moet nooit denken dat er één zaligmakende oplossing is. Door alleen die behandeling te geven, heb je misschien niet voldoende prikkel. Dus zoek het en in een goede skincare en in goede voedingssuppletie. En laat dan de behandeling de prikkel zijn om die fibroblasten aan het werk te zetten. En dan kun je echt daadwerkelijk opnieuw collageen weer opbouwen en die huid steviger maken. En dat is natuurlijk uiteindelijk alles waar het om te doen is. Dus even kijken, wat heb ik nog verder te vertellen? Ja, ook nog eventjes over die behandelingen, dus de voedingssuppletie. Dat glucosamine heb ik ook eventjes genoemd. Wat is glucosamine? Dat is een natuurlijk voorkomend aminozuiker. Nou, zegt dat al, hè? Een aminozuiker. Het is dus de belangrijkste bouwsteen voor de opname van grote moleculen, van macromoleculen zoals glycosaminoglycanen. Nou, moeilijk. Dan hebben we het weer over die extracellulaire matrix, die substantie die zich buiten de cellen bevindt. Dat is weer opgebouwd uit de glycosaminoglycanen. En als je dus glucosamine in de juiste vorm inneemt, want het is belangrijk dat het een vorm is die het lichaam ook herkent, dan heb je daar weer de bouwsteen voor te pakken. Ja, skincare producten dus met aminozuren, met peptiden. Hè? Weet je nog, peptiden zijn gewoon twee aminozuurtjes aan elkaar gekoppeld. Dus ietsje groter, maar zeer effectief ook in cosmetica. En skincare producten die collageen bevatten, ook heel goed hoor. Prima voor de hydratatie, maar dat is niet zozeer voor het collageen op te bouwen. Oké, ik ben tot nu toe zo'n beetje door mijn informatie heen. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn van mensen over specifiek iets met betrekking tot het collageen, tot het type behandeling of type voedingssupplement of skincare wat je kunt inzetten. Eens kijken. Op het moment dat daar eigenlijk verder geen vragen meer zijn, ik zie dat we mooi precies eigenlijk op de tijd zijn gebleven die ik had voorzien. Hè. Ik denk altijd zo'n drie kwartier. We zitten op 47 minuten, dus dat komt helemaal goed. Als je vragen hebt over dit onderwerp, of over cosmetica of voedingssuppletie in je salon, dan kun je ons altijd mailen voor meer informatie. En dan ga ik nu dit webinar afsluiten. Ik vond het leuk dat je hebt gekeken. En onthoud altijd, a great skin is always in. Dus heel graag tot de volgende keer. Ik blijf nog eventjes op de chat om al jullie vragen te beantwoorden.